U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Plaza. Flinke verschillen vandaag in Nederland. Met in het noorden van het land prachtig zonnig zomerweer. Maar op andere plaatsen hadden we te maken met wat meer bewolking. Die wolken kunnen we goed zien op de satellietfoto. En lagen voornamelijk over het zuiden van het land. In de loop van de dag ontstonden wat stapelwolken hier en daar. En vooral boven Duitsland zagen we de stapelwolken ook weer dikker worden. En met die dikkere stapelwolken neemt ook de kans op een stevige regen of onweersbui nog toe. In de loop van de middag zagen we boven Duitsland de buien oppoppen. En ze koersen voornamelijk af richting eh, Limburg en ook delen van Brabant. We kunnen ruwweg hier een lijn trekken en alles ten noordwesten daarvan blijft overwegend droog, terwijl het ten zuidoosten daarvan dus een enkele bui mogelijk is. Dat is het beeld voor de avond. Dus een enkele regen of onweersbui, maar op veel plaatsen in het land droog weer en brede opklaringen. De stapelwolken die er zijn beginnen langzaam op te lossen. In de nacht temperaturen tussen de 13 en 15 graden, opklaringen, wat wolkenvelden en het is overwegend droog. En morgen hebben hebben we dan een beetje een wisselend weerbeeld? Eerst is er wat zon, dan trekt er een zwakke storing over met meer wolken en lokale bui. En in de loop van de dag breekt van het westen uit de zon weer door. Het wordt 23 graden in het binnenland. Langs de kust liggen de temperaturen iets lager en dat heeft alles te maken met een matige wind uit het noordwesten. Dan de dagen die volgen, donderdag en vrijdag, een kleine kans op een bui, maar op de meeste plaatsen is het droog, de zon schijnt geregeld en de temperatuur loopt langzaam iets op. Vrijdag is het gemiddeld zo'n 4 of 25 graden. Zaterdag mogelijk nog wat hogere temperaturen, maar dan een toename van de kans op een regen- of onweersbui. Een Wat wisselvallig weekend met zondag eventjes een dip in de temperatuur. Maar daarna houden we toch het redelijk normale Hollandse zomerweer vast met temperaturen tussen de 20 en 25 graden, zon en een enkele bui. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.